Hallo iedereen, we zijn weer op Facebook Live. Hier zijn we weer. Ik ben Bram. En ik ben Femke. We zijn hier weer. We zijn hier weer. En wat gaan we vandaag maken, Bram? Duimpotjes. Wel uitgereis. Zijn we nog aan het kiezen welke ik ga maken? Deze? Ja. Deze of deze? Dus we gaan duimpotjes maken uit boetseermateriaal. Wij werken met klei, uit pottenbakkerse klei. Je kan dat ook met plasticine doen en met zoutteeg doen. Als iemand nog andere tips heeft waarmee je dat kan doen, laat maar zeker weten. En duimpotjes, ja, het spreekt eigenlijk een beetje voor zichzelf. Het zijn letterlijk potjes gemaakt met je duimen. En duimpotjes is iets dat als je ooit keramiek gaat volgen of cursussen gaat doen, is eigenlijk altijd de allereerste les. Waarom? Omdat dat maakt dat je je materiaal heel goed leert kennen. En dat is wat daar heel fijn aan is, dat is een beetje meditatief zelfs. Is dat puur met je handen en dat is puur op het gevoel afgaan. En dat maakt het eigenlijk enorm fijn. En we hebben hier wat voorbeeldjes van dingen, duimpotjes die gemaakt zijn. Hè? Dus je kunt daar kommetjes van maken. Maar maken. Ja, nee, ja, laat me het eerst uitleggen misschien. Nee? Je kan kommetjes alle maten en kleuren. Maar je kunt daar natuurlijk ook textuur in aanbrengen langs de buitenkant. Je kunt daar achteraf ook een oortje aan plakken, waardoor het dan gebruiksgoed wordt. Hè? Of je kan daar ook een vormpje doen. Ja, dat is keigoed. Zullen we beginnen uit te leggen? Nee, niet. Oké, Bram, hoe beginnen we eraan? Dus we pakken ons stuk klei, bolletje klei. Bolletje. En je maakt daar, klopt dat tot in een bolletje? Doe eens. Jij klopt graag, hè? Nee, geen bolletje. Ah, je gaat zo. Als je frustratie kwijt wilt, het is het moment. Dus je kunt dat dus zo doen. Je kunt dat ook gewoon daarop kloppen, tot als je een bolletje krijgt. Hoe is mijn bolletje? Wauw, mooi bolletje. Mag ik al beginnen? Ja, mag ik beginnen. Maar zal ik eerst uitleggen hoe je het doet? Nee, dat moet ik nog eens. Ik zie, kijk, als je zo nog van die grote... Ik wil deze pakken. Ja, het zal wel zijn. Als je van die grote kloven hebt of zo, dat is het beste als je die een beetje toe knijpt. Dus je kunt echt gewoon knijpen, je kunt slaan. Laat je een beetje helemaal gaan. Voilà. Dus we hebben een bolletje. Dat is genoeg. En dan gaan wij voor de rest onze duimen en onze handen gebruiken. Dus Bram. Ik zit al beneden. Dus je pakt, je legt de bol klei in je niet-dominant hand. Dus als je altijd schrijft met rechts, met dit hand, moet je het nu in je andere hand leggen. Als je altijd schrijft met links, dan moet je nu... Dat is links. Dat is altijd links. Moet je het in deze hand leggen. Dus in het hand leggen waar je niet mee schrijft. Of niet mee tekent. Waarom? Want dat gaat het eigenlijk heel de tijd vasthouden. En dan ga je met je duim beginnen werken. En eerst ga je kijken waar zit het midden ongeveer. En daar ga ik nu mijn duim induwen. En kijk. En wat je altijd doet... Tada! Zie je, zo makkelijk is het. Is... rond gaan. Klaar, dus mogen al gaan. Klaar. Dus je duwt rond, altijd in kleine stukjes. Hè? Dus je duwt met je duim erin en je duwt eigenlijk naar beneden en een beetje opzij. Naar beneden en een beetje opzij. Ja, ik doe dat een beetje anders. Hoe doe jij dat? Ja, ik pak zo dit. Ja. Ik zal het terug eens opnieuw doen. Ja. Dan ben ik langer bezig. Ja. Een bolletje. Terwijl jij, wacht, dan zal ik eerst mijn methode uitleggen, dan mag jij jouw methode uitleggen. Ja. Goed? Oké. Okay. Goed, dus we waren bezig. Je legt het in je hand waar je niet meer schrijft. Met je duim ga je altijd zo rond en rond en rond en rond en rond en rond. En dan duw je zo in kleine stukjes. Wat je ziet dat ik doe, is met dit hand hou ik eigenlijk het tegen. Want je gaat die klei of die plasticine naar buiten duwen. Maar je wilt ook niet dat dat een gat wordt. En vandaar dat je dat zo met je hand heel goed tegenhoudt. Dus je legt dat echt in het kommetje van je hand. En dan kan je zo duwen. En dan duw je. En bij het duwen is de grote uitdaging zorgen dat je eigenlijk overal een wand, dus een wand hier hebt die even dik is. Dus kijk. En dit is iets dat je in vele kleine beetjes doet. Dus nooit hard duwen, want dan ga je zien dat je direct erdoor gaat. Met vele kleine beetjes. En zo ga je altijd verder. Als je gaandeweg merkt dat je zo wat, je ziet dat hier ook, wat barsbinden krijgen, dat is omdat die klei, zeker bij klei is dat het geval,
droog wordt. Hè? Want je handen die zuigen eigenlijk het vocht eruit en je maakt dat droog. Dus dan kan je gewoon je handen wat nat maken of wat water pakken. Terug een beetje natter maken en dan kan je gewoon weer verder. Voilà. En zo ga je dat doen. Voor diegenen die al met klei gewerkt hebben en dat kennen, wat ook een heel leuke is, is dat met je ogen toe te doen. Dat is eigenlijk heel rustgevend. Ga jij dat eens met je ogen toe doen? Nee. Moeilijker. En voilà, en als je zoiets hebt van mijn kom van onder is dik genoeg, nu ga ik op de wand werken, dan mag je beginnen knijpen. Dan kan je eigenlijk je wand dunner knijpen. Dus ik ben nu gewoon aan het knijpen. Voilà. Het is bijna nu. Wacht, hè, moet ik het nog uitleggen? We zijn nu aan het knijpen. Heb jij ooit al geknepen eigenlijk? En dan als je. En je merkt, die gaat terug een beetje uit zijn vorm gaan, dus je kunt het gewoon terug rondduwen. Hè. Dus altijd zien dat je zowel je vingers als je duim gebruikt. En voilà, dan kan je het terug een beetje ronder zetten. En zo simpel als dat is het. Dat is het leuke. Klaar. Voilà. En dan voel je maar waar je voelt dat het zo de wand nog wat dikker is. En daar duw je nog een beetje op en dan wordt die terug een beetje dunner. En dan begin je echt. Mama. Dan komt je bij. Ja, heb jij een modderbal gemaakt? Wat ga je daarmee doen? Voilà. De randen. Hey, de randen gaan nu heel vaak heel hard gekarteld of gescheurd zijn. Bij klei kan je die gewoon met een beetje water terug wat ineen duwen en dan inzetten. Nu, bij duimpotjes, dat is sowieso iets dat vaak organisch heel mooi is. Als je ziet, dit zijn ook geen rechte randen. Je kunt die rechter maken. Hier heb ik die bijvoorbeeld wel rechter gemaakt door die af te snijden. Maar eigenlijk zijn dat heel organische vormen. Is dat leuk dat dat organisch is. Dus ik ben nu een kommetje aan het maken. Een duimpotje. Ik ben een duimpotje. En ik ga nu... Nu dat mijn vorm er min of meer is, ga ik mij nu focussen op mijn buitenkant. En zien dat al die plooien weg zijn. En die doe je door ze in elkaar te wrijven. Ik kom je handen wassen. Ja, dat zal wel zijn. Wil je dat even gaan doen? Ga je handen maar wassen. En droog ze ook terug, hè? Ja. Want anders word ik weer zo plakkerig. Ja. Voilà. Dus ik ben nu over de oppervlakte aan het wrijven met mijn duim. Waardoor... Ja, schat, ik kan hier nu even niet weg, lieverd. Lukt het niet? Ja, je handen zijn helemaal nat, hè. Je kastaar. Hier is een handdoek. Hoppa. Multitasken. Voilà. En ik ben nu zo langzaam maar zeker heel die oppervlakte glad aan het zetten. Mijn randjes, alles wat zo wat onregelmatig is, wat aan het verzachten met mijn vingers in combinatie met wat water. Opletten altijd als je water gebruikt en niet te veel water gebruikt. In het geval van klei, hè. Want dan wordt het natuurlijk zachter en zachter. En voordat je het weet, heb je zo een modder. Een modderbal. Yay. Een modderbal, ja. Kan ook de bedoeling zijn, hè? Helemaal oké. Heb je een modderbal? Ja, heb je een modderbal, hè, schat? Dat is ook iets, hè? Haha, dat is wel fijn. Ik ga deze bal even afkuisen. Nee, de bal kuisen niet af met de handdoek. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat is niet zo nat. Ik heb er maar terug op. Vertel nog eens een beetje. Oh! Voilà. Hier kunnen eeuwen gaan bezig blijven. Dat is ook heel leuk om hier heel lang aan bezig te blijven. Je kunt dat op tafel zetten als je het zo wilt vormgeven. Kan je het aan tafel zetten. Op tafel zetten en dan kunnen ze aan een bodem duwen. Voilà, ik heb nu een vlakke bodem. Ik heb nu een kommetje. Dat gaan we nog doen. Of zo. Of zo. Doe nu maar eens jouw methode. Ik ben heel benieuwd naar jouw methode. Leg het eens uit. Mijn methode is dit. Je bent direct zo je twee duimen erin gedrukt en dan de andere kant. Dat is ook goed. Jij ging erin met een oortje maken, hè? Ja. Zwaar, hè? Zoals deze, een tasje om uit te drinken. Zo'n tasje om uit te drinken. Oké. Ik ga voor een kommetje gaan. Voor een klein kommetje? Ja,
Mijn enkel mijn randjes. De randjes van boven. Daar kan je sausjes in doen. Kan ik sausjes in doen voor het aperitief? Oeh. Ja, dat wil ik ook. Voilà, ze. Sausjes voor het aperitief. Ik wil vanavond een aperitief doen en sausjes met duimpotjes. Dat is een goed idee. Hoeveel duimpotjes hebben wij? Wij hebben er ook veel potjes gehad. Als we nu één ding in huis hebben, zijn het veel potjes. Hè? Heel veel potjes. Potjes geen gebrek. We hebben genoeg potjes die zelf zijn gemaakt. Ja, echt hè. We hebben alle IKEA buiten gegooid. Alleen nog maar zelfgemaakte potten is gehad. Enkel is het voor de poetsvrouw een beetje een ramp, want hè, die weet nooit wat ze er allemaal mee moet doen. Voilà, ik ben klaar. Ik had aan het denken dat ik misschien aan de buitenkant nog zoiets ga doen. Je hebt hier thuis waarschijnlijk van alles liggen van dingen. En je moet eens kijken naar de structuur dat dat kan geven. Want dat is altijd heel plezant om met te experimenteren. Dus... Hoppa. Als je een gat hebt, gewoon terug tegen elkaar duwen, over elkaar duwen, ineen wrijven en dan is het gat weg. Huh. Wat ga jij doen? Ik wil die ondersteboven. Ondersteboven. Ga je de onderkant doen? Uh-huh. Ik ga hier met wat mee over. Dan gaat dat een beetje zo. Oep, 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 oep. Dat is plezant, man. Voilà. En ik wil mij ook pootjes geven. Pootjes geven? Ja, pootjes. Met klei. Oké. Zal ik er nog een beetje extra klei pakken voor jou? Ja. Ik zal het eerst doen. Hoppa. Hier nog een beetje. Voilà, ze. Nou, dat is iets speciaals. Hopsakee. Zand, hè? Uh-huh. Nou, dat moet wel eens tonen aan de camera. Dat jullie kunnen zien wat dit aan het worden is. Dus voilà, er hangt zelfs een haar van mij tussen. Om het een extra persoonlijk karakter te geven. Zo, dit zijn potjes. Ik ga nog een beetje op de brand werken. Wat ben jij aan het doen? Ik ga potjes maken. Potjes maken. Dus Bram gaat potjes maken voor eronder op te zetten. Dus dan maak je bolletjes die allemaal even hoog zijn ongeveer. Nee, ik ga die niet even hoog. Wat zeg je? Ik weet niet hoe ik die even hoog. Hoe dat je even hoog is eigenlijk door eerst een plaatje te rollen en daar vormpjes uit te steken, schat. Als je wilt dat die echt even hoog zijn, dan rol je eventjes op. Een plaatje uit. Nee, ik doe die gewoon. Of je doet het zo. Ready, Freddy? Ready, Freddy. Oeh. Daar ging hij bijna. Daar ging die. Ja, daar kan je dus eeuwig aan verder blijven prutsen. Dan maakt het ook net zo leuk. Als je iets hebt dat je denkt, ja, kunnen we iets meer. Voilà, we zijn voor een heel organische vorm gegaan. Denk je, jongen. Lukken de pootjes? Hoe je die hoger kan maken, die pootjes, dan kan je daarop rollen. En dan een beetje in knijpen. Een beetje in knijpen. Bezig. Oh, naar lager. Ja. Kijk goed. Vier pootjes? Ja. Of nee, drie. Drie? Laag. Oké. Okay. Weet je nog hoe je ze erop lakt? Ja. Nat maken. Hm? Anders leg je pak wat van die. Oh. Zo. Goed nat maken, schat. En goed aanduwen. Ik zal ze niet meer wachten. Doe ze goed uit elkaar. Doe hier en hier. Niet daar, schat, want dan gaan ze kwakkelen. Dus als je pootjes doet, goed zien dat je dat ter hoogte van de wand doet. Als je pootjes doet, moet je zien, want als je het allemaal zo in het midden zet, dan is de kans groot dat dat gaat kwakkelen. Dus dan moet je zien dat je die hier zo goed aan de buitenkant zet. En dat is mooi. Evenredig verdeeld. Dus als er vier zijn, doe je het zo, in elke hoek ongeveer één. Als er drie zijn, dan zorg je dat ze ongeveer op gelijke afstand van elkaar staan.
Ja, zoals dit. Kijk, zo goed gedaan. En nu gaan we de zwaartekracht zijn werk laten doen om te zorgen dat het stabiel staat. Zo. Ja. Oké, wat nog? En een handvatje. Een handvatje. Heb je nog klei? Voilà. Een handvatje. Hoe maak je een handvatje? Leg eens uit. Weet je dat nog? Nee, ik heb dat nooit gemaakt. Dan rol je een worst. Ah ja. Dus een rostbolle. Een rostbolle, Bram. Ken je dat? Een worst rollen. Dan pak je terug de klei. Dan knijp je dat totdat je zo een heel langwerpig ding hebt. En dan kan je dat rollen. Letterlijk van je handen helemaal opstrekken. Twee grote platen maken. En dan daarover gaan. En van binnen naar buiten rollen. Dus niet naar beneden duwen met je handen, maar eigenlijk altijd naar buiten trekken. Dat is hoe dat je rolletjes maakt. Kijk. Oh, mozie. Heb je water gebruikt? Ja. Echt? Ja. Ja? Het staat op camera, hè? Ja, weet ik. Voilà. Oh, zo leuk, Bram. Ik ga eventjes nog helpen met het goed in elkaar te wrijven. Dus overal als je ergens iets aan vastzet, zie je dat goed in elkaar gehecht. Zie je dat water? Oh, ik zie het water. Kijk goed. Ja, je hebt dat zo ninja snel gedaan dat ik het niet gezien heb. Anders hebben we ook ninja stokken en ninja bomkousen. Ja, we hebben vanmorgen ninja stokken gemaakt en ninja bomkousen. Dus al hun sokken hebben ze tot in balletjes gerold en dan zijn ze al de hele dag op mama en papa aan het gooien. Ja. Dat is leuk. Voilà, Bram. Oh, ik vind het top, jongen. Kijk, goed gedaan. Mijn tasje. Hey. Mijn pootjes en handvat. Mijn pootjes en handvat. Ga je het nog eens tonen aan de camera? Ja. Ga je ze naar die brengen? Nee, jij mag naar de camera gaan. Ah, ik zal het vasthouden dat het niet valt. Voilà, hè? Een duimpotje met pootjes en een handvat. Wij gaan dat handvat, nu laten drogen. Duimpotje en pootje. En pootje. Oeh, is een pootje kwijt. Tjoe toch. Wacht. Hier. Voilà. Nee, het is goed. Het was nog goed nat. Voilà. Wat je nu kan doen is bij klei, ja, we laten dat drogen. Wij bakken dat op de oven op 1000 graden. En daarna verven we dat met glazuur of met speciale verf. Als je zout hebben in hebt, gekneed. Kan je kneden. Kneden? Ah, dat hoeft niet. Als je met zoutdeeg werkt, kan je dat ook hard worden en dan met acrylverf of zo beschilderen. Pasticine, ja, dat zijn al alle kleuren. Kan je ook nog beschilderen of kan je gewoon met felle kleuren doorheen iets maken. Dus dat is nog het tweede stuk, het schilderen ervan en het decoreren. Ik ga mijn handen wassen. Voilà, hij gaat zijn handen wassen, dus ik denk dat we gaan afronden. Merci voor het kijken. Ik hoop dat jullie iets leuker meemaken. En stuur zeker de foto's door van jullie gemaakt hebben. Ik ben wel heel benieuwd of jullie ermee aan de slag gaan en wat het resultaat in is. En dan hoop ik dat jullie vooral heel veel plezier hebben gehad, want dat is waar het om draait. Zo, wij gaan naar binnen. Daa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 
I'm gonna have a look at that.